We zijn buitengewoon gelukkig en vereerd dat Sheila Sittalsingh... de bekende columnist van Volkskrant en Buitenhof... die met haar scherpe analyses en haar gevoel voor humor dingen weet te verwoorden... en mensen aan het praten krijgt dat zij bereid is de Johan Verjeer-lezing 2018 te houden. Wat verwacht u van haar als het gaat om de relatie Nederland-Suriname? Wat voor pittige uitspraak? Dat is natuurlijk geheel aan haar. Het is onze regel dat wij de persoon die wij vragen om de lezing te houden daar volledig vrij in is. Maar Sheila kennende, denk ik dat er wel een paar pittige uitspraken zullen zijn... Um, over de huidige situatie in Suriname misschien... de relatie tussen Suriname en Nederland... maar ook hier in Nederland, hoe het debat gevoerd wordt... hoe je eigenlijk in een gepolariseerde samenleving ziet... dat groepen, ook etnische groepen, steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Maar Sheila is daar vrij in. Het is aan haar om te bepalen hoe zij dit platform wil gebruiken. Behalve de lezing van Sita is er ook een paneldiscussie... zang, muziek en dat alles in Surinaamse sferen. Welke actuele ontwikkeling spreekt u op dit moment aan... in uh, de relatie Suriname-Nederland? Um, nou, zoals, uh, zoals ik het ervaar, is die relatie behoorlijk bekoeld. En niet alleen na de uh, decembermoorden. Uiteraard was dat een dieptepunt waarin er überhaupt geen relatie mogelijk was... Maar je merkt dat er op politiek niveau heel weinig belangstelling is voor elkaar. En dat merken wij ook als Stichting Johan Verjeefonds. Um, we merken in de, ook dat de situatie in Suriname. ertoe leidt dat wij heel veel aanvragen krijgen. Het bruist van activiteit tussen Suriname en Nederlanders. en organisaties in beide landen. Wat je ziet is dat het in Suriname economisch niet goed gaat, um, het land is failliet. Het is Financieel-economisch failliet, maar ook moreel en politiek failliet. En je ziet dan dat er mensen zijn die onder zo'n situatie apathisch worden. Maar je ziet ook dat er mensen zijn die zeggen van... en nu gaan we het zelf doen. En dat zijn de mensen die aan de Stichting Johan van fonds Verjeefons... Prachtige projectvoorstellen sturen op gebied van onderwijs, op gebied van cultuur. Dingen die te maken hebben met uh, het versterken van de positie van jongeren. Zorgen dat kinderen goed le lees- en uh, rekenonderwijs krijgen. Ook te maken hebben met duurzaamheid. Kinderen leren over het belang van duurzaamheid. Dingen die te maken hebben met museum, met theater, met van alles en nog wat. We krijgen mooie projecten. Meer dan ooit, en dat geeft ons ook aan dat juist die groep mensen die niet apathisch wordt, zegt, we hebben nu steun nodig om dit van de grond te krijgen. Om zelfredzaam te zijn als bevolking van Suriname. En dat zijn projecten die wij natuurlijk graag willen steunen. Het Johan VJ-fonds is bekend van verschillende projecten die ze financieel ondersteunt in Suriname. Op het gebied van duurzaamheid, educatie en emancipatie. Zelfredzaamheid en het versterken van het eigen kunnen is het devies. Er zijn nieuwe ontwikkelingen vanuit de contacten die het fonds zowel in Suriname als in Nederland heeft. Nou, wat je merkt, uh, ja, we krijgen dus heel veel aanvragen. Als bestuur beoordelen we die. Eh, wat we zelf heel bijzonder vinden is dat we steeds meer gezien worden als een belangrijke organisatie, die zowel in Suriname als in Nederland brede netwerken heeft. Dus bijvoorbeeld, onderwijsorganisaties hier vragen ons wel eens: kun je ons in contact brengen met onderwijsinstellingen in Suriname? Maar bijvoorbeeld, ook een organisatie die zich bezighoudt met de rechten van homoseksuele mannen en vrouwen. Vragen ons: Hebben jullie contacten in Nederland die ons werk kunnen steunen? Nu we zien dat jonge mensen de school niet afmaken vanwege hun seksuele geaardheid en we daar gericht actie op willen voeren. Dus je ziet dat wij steeds meer gezien worden als een belangrijke speler in beide landen. Het zou dan ook zo fijn zijn als wij die positie veel meer zouden kunnen gebruiken voor het steunen van goede initiatieven. Maar nogmaals. Daar hebben we wel middelen voor nodig. En nou, vandaar dat we ook hopen dat de Johan Verjee lezing nogmaals laat zien waar wij voor staan. Mensen kunnen natuurlijk altijd onze website bekijken. En op grond daarvan beslissen om donateur te worden. Om het prachtige werk van onze stichting te steunen. Het is natuurlijk mooi om projecten te steunen. Maar is dat niet een druppel op een groeiende plaat? Het is misschien een druppel, maar niet een druppel die zomaar verdampt. Um, want de projecten die wij steunen zijn projecten die structurele veranderingen aanbrengen in het leven van de mensen op wie ze gericht zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan um, Stichting Dons, die ervoor zorgt dat kinderen met zonne-energie gebruik kunnen maken van onderwijsmiddelen. Ik denk bijvoorbeeld aan de muziekschool, waar we het mogelijk gemaakt hebben dat kinderen hun creatieve en muzikale ontwikkeling um, ten volle kunnen ontwikkelen. Zijn er dan niet leuke ideeën van hieruit? Nee, wij ondersteunen alleen aanvragers uit Suriname en wij ondersteunen alleen projecten in Suriname. En daar hebben wij wel middelen voor nodig. Hoe betaalt u dat dan? Nou, wij krijgen middelen, wij hebben donateurs en wij hopen vooral met de lezing veel meer donateurs te krijgen. Vooral ook vaste donateurs. Mensen die op jaarbasis of op uh, kwartaalbasis een bedrag overmaken. Zodat wij juist die initiatieven van mensen. Uh, kleinschalige projecten met en voor de mensen om wie het werkelijk gaat. Um, om daar veel meer van te kunnen steunen dan wij op dit moment kunnen. En nou, vandaar dat we ook hopen dat de Johan Verjee-lezing nogmaals laat zien waar wij voor staan. En de Johan Verjee-lezing wordt dus gehouden in de Koningskerk in Amsterdam. Aanstaande donderdag 24 mei om 8 uur 's avonds. En dan Verjee's voorzitterschap van de commissie die onderzoek mag doen naar de komst van het Slavernijmuseum. Voor alle duidelijkheid, die staat dus los van haar betrokkenheid bij het Johan Verjefonds. Voor zover bekend zitten in deze Slavernijmuseumcommissie verder: de wetenschappers Leo Balai en Aspa Bijnaar, oud-wethouder Freek Ossel, ja, dichter Gerswin Bonifacia en Juel Kahen, voormalig directeur van het Joods Historisch Museum. De indieners die winnen, krijgen eind van het jaar maximaal 100.000 euro om die ideeën uit te werken. Kathleen Verrier ziet het voorzitterschap van deze slavernijmuseumcommissie als een uitdaging. Ik ben vooral vereerd dat ik deze mooie en belangrijke opdracht mag uitvoeren als voorzitter van de jury. Hoe moet dat slavernijmuseum eruit gaan zien? Ja, dat mogen mensen dus zelf zeggen. Maar u heeft vast ook zelf een idee. Ik laat het allereerst over aan de vele inzendingen die wij ongetwijfeld zullen krijgen op dit gebied. Waarom bent u gevraagd? Uh, dat zou u moeten vragen aan de gemeente Amsterdam. Ik ben heel vereerd dat men mij gevraagd heeft. Maar heeft u een idee? Uh, nou ja, misschien toch door de manier waarop men naar mij kijkt als iemand die een goede voorzitter kan zijn, die iedereen tot zijn recht kan laten komen. En die natuurlijk ook wel ideeën heeft over wat er wel en niet in dit museum aanwezig zou moeten zijn. En ze hebben natuurlijk ook het goede werk van mijn zus Joan Verrier gezien. Die voorzitter was van de groep mensen die de herdenking van 150 jaar slavernijverleden in der tijd geregeld heeft, en waarvan we nog steeds de enorm positieve effecten voor de Nederlandse samenleving zien. Ik zag u net kijken even in het boek van de Kom, die best wel ja. radicale standpunten heeft als het gaat om de slavernij. Ja. Had u daar inspiratie uit? Er zijn heel veel dingen waar ik inspiratie uit haal. Natuurlijk Anton de Kom is heel belangrijk. Ik hoor mensen ook wel zeggen van ja dat, dat komt weer een ferrier. Een dochter van de laatste gouverneur en de eerste president van Suriname. Zelf ook plantage-eigenaren geweest. Voelt u zich niet een beetje bezwaard of een beetje een een, een hibby Nee, dat voel ik helemaal niet, want uh, mijn voorouders zijn contractarbeider geweest uit India, zelf slaaf geweest. Mijn ouders hebben altijd het voorbeeld gegeven van je niet laten opsluiten, niet in de stad, niet in een functie. Maar altijd oog hebben voor die plekken in de samenleving waar extra steun nodig is... Uh, mijn ouders hebben allebei bewust gekozen als onderwijzer niet in de stad te blijven, maar naar de districten te gaan waar de nood hoger was en waar heel veel anderen niet naartoe wilden. Dat zijn de voorbeelden die ik heb en op grond daarvan uh, doe ik mijn werk. Ik hoor mensen al zeggen van ja, Kathleen Ferrier die heeft een zus Cynthia McCloud en die heeft gezegd van wij zijn vanuit Afrika naar Suriname gestuurd als slaven daar gewerkt. Als we daar gebleven waren, dan was het niet best met ons afgelopen. Eigenlijk een beetje indirecte goed praten van die slavernij. Hoe kijkt u daar tegenaan? Iedereen heeft uitspraken over van alles en nog wat. Ik hou me bij mijn taak en dat is te kijken naar wat voor inzendingen er komen. En met de groep van deskundige commissieleden te beoordelen wat het beste voorstel is voor een slavernijmuseum. Waarin iedereen zich kan herkennen en waarin men het belang ziet van het onderkennen van het gemeenschappelijk slavernijverleden. U wil daar geen uitspraak over doen? Nee. Het is een redelijk beladen onderwerp de laatste jaren in Nederland. Begeeft u zich niet in een slangenkuil? Ik uh, ben niet bang voor slangenkuilen, mochten die er zijn.